We staan hier op het Kloosterwandsplein. En een van de bekendere plaatsen is hier achter mij. De Green Shop, gecombineerd met het Keeshuiske. Die had je altijd een leuk 1-2'tje. Maar één van de twee is er met gestopt. Na een heel aantal jaren zit hij nog niet meer in het groen. En ik ben benieuwd wie het zwarte gaat voor hem is. Wie is het zwarte gaat? Deep. Deep. Deep, ja. Michelle voor dich ook? Nee, het voelt gewoon een beetje wie vakantie nu. Ja. Echt, want hier is het vader en dochter. Ja. Wie lang heb je dit samen gedaan? Ja, samen. Ja, ik denk dat ik. 15. Ja, zo gaat het. 15. Ja. En alleen? Ja, samen met mijn vrouw vanaf 81. Dus nu 40 jaar. Het 40ste jaar. En wie voelt het nu zo als ze hier voor de ex-winkel van dichtstijs? Nou, ja, goed, het duidt dus goed dat er nog is. Want het was hier lang een vraag of er wel een overnamekandidaat wordt. Dus dan had je de deur op slot moeten doen, was voor haar geweest. Ja, maar dit is gewoon fijn. Ja. Ja. Heb je veel respons gehad van de klanten bijvoorbeeld? Nou, toen we het net hadden aangekondigd op Facebook de eerste keer, toen waren er wel redelijk het minst in paniek, mag ik zeggen. Want toen wisten we nog niet of er een overname kwam. En eigenlijk iedereen zei er wel wat van, ja. Mm-hmm. Ja. Maar nu Stron voor hier, de nieuwe baas, zal ik het even noemen, is al actief. Hier komen klanten langs en die spreken ook nog steeds aan, hè? Ja. Ja, moeten niet te veel hier komen, die een telefoon geven. Wie heb je nu de tijd opgevangen? Michelle, du bent nog super jong natuurlijk. Ja, hartstikke jong. Nee, ik heb twee kleinkinderen van 1 en 3. Dus daar ben ik mee bezig. En ik ben nu eigenlijk in hoes dingen op en truim en dingen aan het regelen. En nog een rekening aan het openen voor een dochter weg nog moge. En gewoon allemaal simpele dingen wat nog gedaan moge werden. Mm-hmm. Mag. En een beetje solliciteren natuurlijk. Oké, okay, dus ja. Je geest wel verder in de grond ook? Ja, wel in ieder geval in het vers. Ja, iets met eten of... Mm-hmm. Ja, ik heb de hotelshow gedaan, dus het is een beetje breed allemaal. Ja, hier ben ik eigenlijk meer in de keuken weer gegaan. Dus echt maaltijden bereiden en zo. En ja, dat vind ik ook echt heel leuk. Mm-hmm. Dus toch ergens. Voor dich, de trend is natuurlijk nu heel erg gezond. Hè? Wie is dat in de loop der al die jaren die ze met make-ups gegaan met die trends? Zeker het laatste jaar, zeker het coronajaar, is echt van iedereen wil gezond en supergezond eten. Het is in het begin van uw passie kocht iedereen nog alles met de groenteboer. Dus dan had ze stapelskisten tomaten en stapelskisten appelen die ze verkozen. Later door het supermarkten zijn begonnen is dat allemaal een beetje minder gegaan. Maar ja, het merkt echt de laatste tijd dat men echt gezond wil eten. Ja. Mm-hmm. Heb ze zich daar heel erg voor moeten aanpassen om dat steeds bij te houden, oh, al die trends? En het moeilijkste is om de supermarkt voor te blijven. Mm-hmm. Want je moest toch altijd weer net gaat extra's bij dat ze reed hebben om een stukje om te lopen. Want wat is dat verschil? Kunnen ze daar de vinger op leggen, Michelle, misschien dicht van hoe Tinekind gezien? Het verschil met de supermarkt. Ja, wat is nu het verschil dat mensen hier gaan of naar een supermarkt? Ja, omdat we andere dingen hebben. Ja, dat is te makkelijk. Nee, we hebben verse mol. We maken alles vers. Mm-hmm. Dat is denk ik ook het verschil. Het is allemaal kort hooibaar. Ja. In de supermarkt kunnen ze het langer bewaren. En dan proeven ze ook dat er dingen aan toegevoegd zijn. En bij ons is gewoon echt vers. Puur natuur. Puur natuur. Ja, maar ik denk ook, kijk in de supermarkt, haal ik het zelf, leg ik het op de band en doei. Ja, dat zeker. Dat zeker, want we hebben nu in de loop der jaren toch wel een hoop gesprekken gehad met mensen en kleintje. En ik ben wel eens naar achter gelopen dat het me te vuil werd. Dat ik 3 vrouwen achterheen kreeg van, deze is bijna dood en deze is gans dood. En ja, of het zo gaat, maar ook heel veel... We zijn nog wel een beetje een sociale. Ja. Ze komen ook voor ons. Ja. Maar dat wil ik ook geen horen natuurlijk. Ja. Want dat ervaar ze toch wel in een iets kleinere zaak. Ja, en dat hebben we nu ook met het stoppen gemerkt. Van hoeveel reacties, wie geweldige reacties. Hoeveel mensen eraan ons denken. Een flesje wien, een busje bloemen, een keertje. Chocolaat. Ja. Je hebt geen fruitmandjes gehad natuurlijk. Nee, inderdaad. Ik vind het een beetje tegen, ja. En nu zelf. Nou, ik ben nu even een beetje
Een beetje rustig aan en doen. Een beetje aan toes met de vrouw, want die is het jongere jaar toes met de corona. Dus we zijn samen van alles aan doen. Ik ken ze niet veel, maar we doen toch van alles samen. Ja. Dus, en of ik daar nog gaat gaan doen, ik weet het niet. Ik heb twee schoon kleinkinderen. Ah, dat is ook en leuk. En kunnen we van alles met. Dus, ja, genoeg te genieten. Ja. Een beetje sporten, een beetje wandelen. Ja. Toen vertelde ze me net een heel leuk verhaal, want wat had ze Michelle gestuurd? Nou, ik heb, gisteren was een belangrijk moment in een nieuwe fase in ons leven. We zijn bij een groentewinkel geweest. En toen heb ik daar dat bunke, kastenbunke, heb ik naar Michel gestuurd van een nieuw moment in ons leven. We moeten nog 40 jaar moeten we ergens gaan kopen. Dus dat was wel... Nee, in een supermarkt. Nee. Maar als ze dan door zo'n andere winkel loopt, heb ze dan meer te neiging om net dat appelsien gewoon puntje aan zijn om dat weg te pakken? Ja. Ik heb nog die droevige terecht gelachen. Het irriteert me een beetje, dus dat klopt. En dan heb ik nog een nieuw contract aangeboden. Ja. Of die gooien me droeg, dat kan ook. Is er nu nog iets wat je tegen al die klanten zou willen zeggen? Want hier is de camera, dus nu een prachtig moment. Je hebt al een mooi stuk in de krant gehad, hè? Maar ja, nu kunt je het live tegen de klanten zeggen. Doe maar. Ja, ik moet zeggen, hartstikke bedankt. Men zei het allemaal van God nu geneten. Maar die 40 jaar heb ik eigenlijk wel eerdere dagen genoten. Ja. Altijd wel altijd leuk geweest. En Sjoen, ja, Sjoen Lui wat in de winkel komen. Ja. Op die ene uitzondering na, maar ja, goed. Dat was niet. Die hebben ze overal. Hè. Moeten we dat goed knippen? Doet maar. Nee, maar goed, ik snap het. Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes toe. Genieten van het leven, voor dich vooral. En voor dich heel veel succes met de nieuwe uitdagingen die wellicht op die pad komen. Ja, dat komt helemaal goed, ja. Dankjewel, dat je er waard als... detailhandelaar van Rummen, ondernemers van Rummen. Dankjewel. Een kleine zaak, groot en kinzeer.